Suriname verloor dus met 2-0 zoals u heeft gezien. Ploeg van Puerto Rico beter. Heeft ook aan de highlights gezien de kansen die Puerto Rico heeft gekregen. En ook onze kansen die minder waren. Een heel vervelende zaak heeft zich echter voorgedaan. En ik moet zeggen dus dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de meisjesselectie totaal geen verantwoordelijkheid hebben. Waarom ik dat zeg? De teammanager is Haroun Takourdine, ook bekend als Luna. Nou, 5 meisjes zijn achtergebleven in Puerto Rico. En het gaat hier om de meisjes Benarsi, Ondaan, Van Ommeren, Chinakun en Fasser. De meisjes zijn letterlijk en figuurlijk aan hun lot overgelaten. Je praat over meisjes. En waar blijft de verantwoordelijkheid van jou als teammanager als je de meisjes daar achterlaat en vertrekt samen met de penningmeester richting Miami en aangeeft dus dat er zaken daar zijn te doen? Er is heel wat mis met de vrouwenselectie van Suriname. En vandaag zal ik niet heel lang hierover uitweiden. Ik kom sowieso hierop terug, omdat er heel wat zaken zijn die niet goed zijn. En we hebben met een aantal van de dames gesproken. Ze zijn ook ontevreden. En we hebben ook begrepen dus dat ook de ouders van de meisjes die achtergebleven zijn super ontevreden zijn over de manier waarop zaken zijn gegaan. De meisjesselectie kreeg letterlijk en figuurlijk niet eens een tweedehands behandeling, maar een hondse behandeling. Zo moet ik het uitdrukken als je vergelijkt met wat ze voor de heren doen. Er is niet eens een fysiotherapeut meegegaan met de meisjesselectie. Hoe kan dat? De herenselectie is gegaan naar Thailand. Er waren 2 fysiotherapeuten. De bondsdokter is meegegaan. Terwijl nu alleen de bondsdokter meegaat. En de penningmeester. Wat gebeurt er? Er moet een fysiotherapeut aanwezig zijn om de meisjes te behandelen. Een arts kan dat niet doen, omdat dat niet zijn specialiteit is. Dus we kunnen ons niet voorstellen dat bij de mannen er 2 fysiotherapeuten ter beschikking zijn en bij de vrouwenselectie helemaal niks. Er zijn ook heel wat andere zaken die spelen. En zoals ik aangaf, ik kom hierop zeker terug met betrekking op de wijze waarop de SVB bezig is met de vrouwen. De behandeling is totaal niet correct. En ik denk dus dat er iemand moet opstaan om hierop te wijzen en dat de SVB of de mensen die verantwoordelijk zijn, beter gezegd, niet bezig zijn met eigen belang, maar met het belang van de selectie. Want als jij teammanager bent, hoe kan het zijn dat je de selectie achterlaat? Jij bent de hoofdverantwoordelijke, je kan de vrouwen niet achter, de meisjes niet achterlaten om eigen zaken te gaan doen. Dan moet je geen teammanager zijn. Maar ja, we zijn dit soort dingen gewoon bij ons. Mensen staan in de rij om te springen, om op reis te gaan binnen de SVB. Daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om het voetbal. Het gaat niet om de ontwikkeling van ons voetbal. Maar het gaat erom van wie gaat op reis en wie kan zijn zakken vetmesten. Dat gebeurt er bij de SVB. We komen sowieso op deze case terug.